We staan hier dus bij Explora, maar je hoort het alarm maar nauwelijks. Er wordt blijkbaar ook tussen het bellen door iets omgeroepen, maar niemand kan het verstaan. En daardoor bleven de studenten lekker rustig zitten aan hun tafel. Als het echt brand is, dan kan je dan nog wel weglopen. Precies, dat steken we af, ja. Want wat zijn jullie nu aan het doen dat jullie moeten blijven zitten? Prestatie voorbereiden. Ja. Prestatie. Ja. Over een uurtje prestatie. De helft van ons cijfer, dus dit is... We hebben in principe over een uur prestatie voor de helft van ons cijfer gehad, dus we moeten hem wel maken. Kijk, het duurde even, maar nu horen we hem wel. En je kan ook zien dat iedereen begint aan te lopen. Dus ja, uiteindelijk komen we er wel. Dit is een ontruimingsalarm. Eerst dacht ik dat het nep was, omdat het brandalarm niet heel hard afging in het begin. Ja, het was heel zachtjes en je hoort twee keer. Maar toen het echt harder werd, ook ingeluid en toen het ook werd gezet, toen wist je wel dat het echt was. Ik ben nog even bezig met mijn werk op mijn telefoon, want ik was net ergens mee bezig. Dus dan word je net uit je werk gehaald, maar ja, het is niet anders. We hadden eindassessments, sales. Dat was echt een verschrikkelijke timing. Nou, het is heel irritant. Gelukkig begonnen we pas om 10 uur, dus we waren nog niet diep in de opdracht. Maar we moesten vooral wachten. Moet je verder doorlopen naar het gasveld? Hou jij je bezig met brandveiligheid binnen je kamer? We hebben wel overal in het huis brandalarms hangen. In de keuken en op de slaapkamer zelf. Ja, nou op zich, we hebben allemaal dingetjes thuis staan van die blusdekens. Dus dat is er allemaal wel aanwezig. Mijn huisbaas is er echt wel mee bezig. Maar ik persoonlijk niet heel erg, maar het is er wel. Ondanks dat de studenten en medewerkers hun werk plotseling moesten laten vallen, is een brandoefening toch wel fijn. Ik vond het niet heel stroef gaan. Ik dacht dat het best wel snel ging eigenlijk. Dus. Ja, jawel, want uiteindelijk als er echt iets is, dan weten we tenminste dat het wel echt werkt, zeg maar, brandalarm. En dan weten we wat we moeten doen. Het schijnt allemaal goed te zijn gegaan en nu mag iedereen lekker weer aan het werk daarachter.